Wat een spannende mensen. Dit is het Live in Cooking Winteractiviteiten Testpanel. Met tester nummer 1, Stefan. En dit is Nancy. En dan volgt Evelien. Kijk, die stoere blik. En tot slot komt hier Arnoud. Hier komt jullie winterse activiteit van de dag. Ik zeg, gooi open die envelop. En laat ons niet langer in spanning. Wat gaan we doen? Ik ben benieuwd wat we nu voor winterse activiteit hebben. Ik hoop. IJshockey. IJshockey. Nou, de reacties zijn goed. Nu kijken of deze vier musketeers deze twee professionals van de baan weten te tikken. Maar de styling mag er wezen. En dan nu graag ruim baan voor deze profs. Stel je maar even voor. Ja. Met Tim. Ja, hallo. Dit is onze keeper van Heijs Den Haag. En ik ben de rechtsbuiten van Heijs Den Haag. Oh, dat is duidelijk. Zullen we wat oefeningen met jullie gaan doen? Ja. Ik heb nooit eerder geijshockeyd. Ik heb eerder gekunstschaats. Ik heb thuis ook kunstschaatsen. Maar dat is toch wel heel iets anders. Zweefstanden en bodycheck, dat is toch heel anders. Maar het is wel lachen. Ja, lachen, joh. Ik voel overigens een buikschuiver aankomen. Ja, netjes. En dan nog even de juiste controle krijgen over de stick. Nou, ik heb nog een volgende oefening voor jullie in gedachten. En zullen jullie wel fijn vinden, denk ik. Checks ontvangen. Wat is dat dan? Nou, dat doet toch pijn? Met die bodycheck, dat was een beetje lullig, zeg maar, van die gozer. Want ik denk, ik beuk het vol in de boarding. Maar hij is natuurlijk, hij doet het elke week. Dus hij kent de kneepjes van het vak, zeg maar. Hij doet het goed in. En toen vloog ik alsnog tegen de boarding en op het ijs. Ik denk dat jullie klaar zijn voor het partijtje. Wat denken jullie? Natuurlijk wel. Ja, zie je wel. Dan zet ik ondertussen even een hip cd'tje op. Ja! En dan gaan we op de ijsvloer uit onze pan. En ik zeg, had ik idee. Dit is hockey met een stokkie. Dit is vuur zonder aansteker. Dit is de kerst op tappermoes. Ja, fantastisch hoor. Dit is het. Ik vind dat jullie het heel goed gedaan hebben. Applaus voor jezelf. Nou, daar kan ik me alleen maar bij aansluiten natuurlijk. En kijk, de hysterie op de ijsvloer heeft nu plaatsgemaakt voor een serene rust op de tribune. Er wordt wat gekeuveld, gekletst over koetjes en kalfjes. Maar ik ga nog een vraag stellen. Mogen we misschien even de punten? Ja, daar waren jullie voor. Maak het niet te lang, want onze volgende gast staat te wachten. Hallo. De punten. Ik krijg visite. Een 8,5. Een 9, zo. Een 7,5. En nog een 9. Dat betekent een totaal van 34 punten. Dat is behoorlijk. En hebben jullie een beetje genoten vandaag? Ja, dat is een hele dikke eigen. Oh, wat fijn. Ja, nou, bedankt. Ja, leuk. Iets lager, maar het is wel genoeg. Maar het is niet dat ik prima heel snel werk heb, denk ik. Ik ben er klaar mee. Dag allemaal.